Ze gaat dus trouwen. Nou, dat was niet die bepaalde afspraak. Ik had hem wel zo gezegd dat ik mezelf van kans zou maken als ik met die bruiloft zou trouwen. Maar dat kan natuurlijk allemaal nog wel even wachten. Bovendien, ik heb ambitieus genoeg. Neem bijvoorbeeld dit. Dit briefje kreeg ik gisteren aangereikt van een oude dame toen ik uit de gevangenis van Petit Châtelet kwam. Ik zal het nog eens even lezen. Burger Pitou, kom morgenmiddag om 16:00 op uw gewone plaats tegenover de ingang van Saint-Germain-Laugerbois. De dame die u dit briefje overhandigd heeft, komt u dan halen. Volg haar, uw beschermengel. Mijn beschermengel? Oh, een brief van een onbekende vrouw. Maar ben ik Clairette dan nu al vergeten? Van Clairette, maar moet ik sterven van verdriet? Wil je dan alle armen zetten? Om mij te troosten? Nee, dat niet. Uw briefje zet mij aan het denken. Het al is hier gecultiveerd. Zij wil maar vast haar liefde schenken. Zoiets is toch niet verkeerd. Zeker hield ik van Clairette, ik meen dat ik haar adoreer. Maar niemand zal mij kunnen beletten, dat ik nu hierop reageer. Ik krijg de indruk dat zij veel macht heeft, en macht dat krijg jij niet zo gauw. Dus denk ik ook dat ze heel mooi is, ach wat verlang ik naar die vrouw. Wel zeker hield ik van Clairette, maar die heeft nu een bruidsjurk aan. Ha! Wat kan mij dan nu nog beletten? Ze heeft die keuze zelf gedaan. En dan, het onbekende dat lokt me, het vreemde trekt mij steeds weer aan. En om het goed te leren kennen, die ik er morgen heen te gaan op rendezvous. Dat rendezvous, dat trekt mij aan, maar... Clairette kan ik ook niet vergeten, omdat ik ook van haar nog houd. Toch zou ik wel eens willen weten, of zij wel echt van Bonbonnet nog houdt. Ja, het zou mij zeer benieuwen, of ze